Welkom bij een nieuwe review. Het is tijd voor een bier van Jopen vandaag. Ik heb echt geen flauw idee waar deze vandaan komt. Ik heb deze niet zelf aangeschaft. Deze video wordt dus mogelijk gemaakt door weet ik veel wie. Kan van een of andere webshop zijn of uit een adventskalender. Volgens mij komt die uit de adventskalender van Beerwolf, maar zekerheid durf ik dat niet te zeggen. Het is The Beat Goes On. Het is een gosse. En een fruited gosse, of goze, of hoe je het ook wil noemen, met, er staat onder pear en cinnamon melody, 4,5%. Lekker zomers biertje. Nou, het kwam met pak uit de hemel vandaag. Dus echt zomers was het niet. Er staat op de ingrediënten pear en cinnamon. Even kijken, ingrediënten zijn water, gerst, tarwe, haver, korianderzaad, zeezout, perenpuree, kaneel, hop en gist. Houdbaar tot augustus 23. Ja, Jopen, wie kent ze niet? Toch wel een van de grotere Nederlandse krachtbierbrouwerijen. Review ze niet super vaak. Waarom niet? Geen idee eigenlijk. Ik weet niet. Dit alles gaan we uiteraard in een Jopenglas doen. Het is nog een heel oud Jopenglas. Dit is natuurlijk het nieuwe logo van Jopen. Maar ik heb geen ander Jopenglas, dus we doen het gewoon hier doen. Een lichtgele kleur. Lichtelijk troebel. De kleur heeft iets weg van een radler. Dat, ja, dat heeft alleen betrekking op de kleur, hè. Lichtelijk troebel, een mooie witte schuimkraag. We gaan daar snel aan, dus. Zo dan. Weet je waar me dit aan doet te denken? Als dit ruikt. Dit heeft echt iets weg van Tutti Frutti. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een combinatie van gestoofde appeltjes, peertjes, abrikoos, pruimen. Met heel veel kaneel erin. Nou, die peer en kaneel zitten dus in dit bier. Dus die geur doet me daar een beetje aan denken. Wat grappig. Hij ruikt in ieder geval heel veel naar die peer. En die kaneel die komt hier echt heel erg mooi terug in de neus. We gaan hem snel even proeven. Proost. Oh, ik was een beetje huiverig voor het hele peer-kaneel verhaal. Mooi koolzuurtje ook erin trouwens. Maar het is echt allemaal heel subtiel. Heel erg doordringbaar. Peer is echt, het zit er echt wel in, maar het is niet een klap in je gezicht. Heel erg subtiel. Een beetje die kaneel ook. Mooie koolzuurtje erin. Prikkelt mooi op de tong. Drinkt echt heerlijk weg. Voor zo'n 4,5%. Ja, is lekker echt. Deze is echt zo op. Heel mooi bier voor in de zomer. Als hier lekker buiten in je tuin zit en hier een koelkast mee voorop staan. Nou, dat is, daar is op zich helemaal niks mis mee. Laat even weten wat je van de stijl vindt. Wat vind je van gosses, fruited gozes of hoe je het ook wilt noemen. Wat vind je van Joop? Ik vind Joop echt een hele leuke brouwerij. Ik moet echt binnenkort weer eens een keer wat van ze gaan bestellen. Want ik heb volgens mij helemaal niks bestaan. Volgens mij alleen de Beerkeeks bier. Piet Elle ALS. Hebben ze nog wat van staan, maar voor de rest ook niet. Wil je de score weten? Ga even naar Untappd. Daar kan je mij vinden. Je kan mij ook vinden op Instagram, Facebook, YouTube en TikTok. Dit was hem weer voor deze review. Ik ga nog lekker genieten van dit bier. En ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.